Daar zitten we dan. In een andere auto, zoals jullie kunnen zien. Ja, yay. Nat. Maar oké, maakt niet uit. Het is even alleen een auto, dus ik kan wel gewoon mijn ding doen. Ik ga er even weer op terugkomen, want ik kreeg dus namelijk een berichtje op mijn inbox. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 2 september 2022. En het is nu 8 over 8 in de ochtend. En ik ben al een beetje verlaat. Maar ik ga de auto naar de dealer brengen. En ik weet niet hoe lang het gaat duren. Dus dat ga ik nu even doen. En we wensen jullie gewoon. Heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja. En toen had ik deze weer. Een kleine Seat Mii. Ja. Even te leen. Helemaal goed, helemaal leuk. Een Seat Mii elektrisch. Kijk, net zoals hier aan de binnenkant. Weer deze kleurtjes. Daar zitten we dan. In een andere auto, zoals jullie kunnen zien. Ja, yay. Nat. Maar oké, maakt niet uit. Het is even alleen een auto, dus ik kan wel gewoon mijn ding doen. Roos eventjes naar boven om zijn telefoon te pakken, want die was hier vergeten. Ja. Yeah. Maar ik zal het weer even laten zien, want deze auto hebben jullie al eerder in de vlog gezien. Maar het is altijd even handig, zodat jullie wat meer kunnen zien hoe die eruit ziet vanzelf. Hè? Beter, ja. Dus bij deze, ik draai jullie even om. Kijk, helemaal mooi wit. Je kan hier dus de airco op aanzetten. Nou, dan gaat hij dus ook daar qua kilometers omlaag. En dan gaat hij ook weer omhoog als je hem weer uitzet. Nou, gewoon een heel simpel radiootje. Nou, en dan heb je max, AC, auto, verkoeling, de raam en alle stoelverwarming aan weerskanten. Nou, zo ziet het er eigenlijk een beetje uit. Het is wat kleiner, ja, het is nog altijd een Seat. En ja, het is gewoon een Mii, dus ja, het is iets kleiner dan wat ik ben gewend, zeg maar. Nou, en hier kun je dus dat ding open doen en dicht doen. Heb je hier gewoon weer je controller voor je spiegels en voor je ramen. Nou ja, hier automatisch. Stuur kan omlaag en omhoog. Niet naar je toe. Nou, dat is eigenlijk... Yes. Nou, dat dus. En dan is dit gewoon weer voor de ruiten. Voor de ruitjes. Om die schoon te maken. Dus ja, en dit is dus eigenlijk even voor een telefoon, weet ik het allemaal. Maar dat ga ik niet gebruiken nu. Geen ochtend. Dus ja, zo ziet het er eigenlijk uit. Gewoon netjes, kijk hierachter ook. Dus ja, dus dat eigenlijk eventjes. Zal ik even aan jullie laten zien. Nou, ik kreeg toch vanochtend zo'n raar berichtje in mijn inbox. Dat ik dus een vlog moest gaan veranderen. Ik dacht, nee, want ja, we waren hier geweest. En zoals gewoonlijk, zoals altijd. Maar ja, we gaan eerst even daar naartoe en dan ga ik er even op, weer terug op verder. Er zit een hele hoop in inderdaad. Dus even kijken. Er zit een hele hoop in. Jo, maar wat ga ik meenemen? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Kleine Eino. Nee. Nou, er zit dus niks voor mij in de bak, helaas.
Maar ik ga er even weer op terugkomen. Want ik kreeg dus namelijk een berichtje op mijn inbox. Van mijn Facebook. Of ik de vlog wou veranderen. Want er had namelijk iemand wat gezegd. En de bedrijf al hier, die zou boos zijn. Nou, we hebben hem net gesproken. Nou, vertel het eens wat. Het was grappig bedoeld. Om jou bang te maken. Ja, maar ook, jij zei wat tegen hem, van noem een lichaamsdeel. Van 3 letters met een U in het midden. Ja, nou, en dan kan jij er alles van maken wat jij er wil. Maar ja. Toen zei jij... Rug. Ja, rug, ja. Niks aan de hand. Nee, precies. Dus ja, je kan er alles van maken wat je wil. Net zoals wat hij ook zei over het makkelijke wegkrijgen. Hè? Ja, dus ja, ook dat... Ja, het moet kunnen, weet je. Wij, Ro en ik, zijn, want dat gaat open-minded. Ja, nou ja, en de bedrijf al hier, nou ja, jullie weten waar we lopen. Ja, die vonden het nog wel grappig ook nog. Dus dankjewel, ook hun kijken mee. De gele supermarkt. De gele supermarkt, ja. Maar ook hun kijken dus mee. Dus dat is alleen maar reclame voor hun, gratis. Want ze betalen mij niet. Dat is alleen maar goed, ja. Toch? Oh, heerlijk. Waar kom die koelte vandaan ergens? Oh, hieruit. Oh, het is wel lekker hier trouwens. Wat? Die koelte die komt hier vanuit. Lekker. Oh, heerlijk. Oh, er komt toch wel een partij koelte uit. Heerlijk. Een map van euro. Een ringmap. Van karton. Ja, maar alles is van karton, schat. Ja. Want deze gaf je moeder laatst aan ons. Ja. €1. Ja, ja. Er is weer een bak met Jumbo ruimt op. Nou ja, dan weet je het ook waar we zijn. Wat is dit? Maaltijd voor struik? Wat hebben we nog meer, joh, hier? We hebben hier aspergesoep. Wat hebben we nog meer? Jeetje, mine. Ik niks. Ja, hoe duur is dat ding? Een euro. Ja. Nou, deze nu? 5%. Er zit een grotere pot. Fresh lemon. Ja, nou die hoef ik ook niet, hoor. Schat. Echt niet. Wat? Nee, M&M's. Ook voor een eurotje. Die wil ik dan wel proberen, ja. Energy drink, schat. Wat hebben we nog meer? Aspergesoep. Ja, daar kun je mij mee blij mee maken met Sinterklaas en Kerst. Zoals je ziet, lig ik lekker in bed. En dan weet jij wel wat dat betekent. Toch? Juist. Ik ga de vlog afsluiten. Dus vond jij dit nou een superleuke vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan niet hier beneden te abonneren. Doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog en laat even gelijk een leuke reactie achter. Dan zou ik het super tof vinden. En dan zou ik zeggen, dank jou wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.